Nou, ik sta hier bij een schakelpaneel. Als je van boven kijkt, dan weet je denk ik al waar ik ben. Maar ik ben zo meteen hier aan het woord. Dat is mijn gast en die heeft echt een superleuke functie binnen Oosterhout. Dus die gaat daar meer over vertellen. Dus ik hoor het vanzelf. Dat gemoedelijke gasvrij, Oosterhout uit van West-Brabant. Even kijken. Is een stadsorganist dan? Ja, dat is een hele goede vraag, Joost. Want kijk, een stadsorganist, dan denk je, is dat nou iets wat ze in 2023 hier bij een gemeenteraadsvergadering verzonnen hebben? Nee, dat is al een heel oud beroep. En dat beroep was al eigenlijk in de middeleeuwen. Toen waren de orgels eigendom van de stad. Mm-hmm. Dus Amsterdam bijvoorbeeld had een paar hele grote orgels staan. En die waren eigendom van het stadsbestuur. En het stadsbestuur vond dat op markttijden bijvoorbeeld die orgels bespeeld moesten worden. En dan werden daar de toenmalige tophits uit de top 40, zeg maar, die werden daar gespeeld door de organist. En toen kwam er iets heel geks, want toen kwam de reformatie. Toen werden dus die kerken allemaal protestants. En in de protestantse kerkdiensten mocht geen orgel worden gespeeld. Tegenwoordig is dat heel anders, maar dat was toen, dat was absoluut verboden. Zij noemden dat Satans fluitenkast en dat kon absoluut niet, zeiden ze. Maar ja, die orgels die stonden daar en die waren betaald en eigendom van het stadsbestuur. En die stadsbestuur hebben toen gezegd tegen Jan Pieterszoon Zweling, we hebben hier in Oosterhout de Zwelingstraat, die Jan Pieterszoon Zweling, die kreeg de taak om dan buiten de kerkdiensten om het orgel te bespelen. En dan speelde hij daar dus van allerhande deuntjes. En dat was eigenlijk wat de Beierdier hier op vrijdag doet, Pieter Maas. Nou, dat deed de organist in de kerk. En in die kerk kwamen de mensen dan allemaal naar die muziek luisteren. En dat was dus elke zichzelf respecterende stad had een stadsorganist. En nu de orgels weer gewoon ook in de protestantse liturgie overal gebruikt worden. Zeker steden, ja, maar goed, het is ook leuk als buiten de liturgie om die orgels bespeeld worden en ook een beetje in de gaten gehouden worden. Want ja, zo'n instrument mankeert, het is natuurlijk een enorm technisch complex iets, dan mankeert er iets aan. Ja, wie kijkt daar dan naar om? Ja. En dan is de know-how, die is natuurlijk niet zo heel groot. Nee. Ja, goed, dan heb je dus een beroepsmuzikus nodig die iets van orgels weet. Ja. Nou ja, goed. En, ja, toen kwamen ze bij jou. En toen kwamen ze, ja, ik zei gek. Ja. Dus dat is, maar wel heel erg leuk, want daarmee komen we zijn nu ook. Een aantal mensen van de gemeente zijn nu ook zelfs bij het orgel geweest. Die waren hier ook nog nooit boven geweest. Ja. Die vonden hartstikke leuk. Dus ja, het is een unieke inkijk. Dus ja. Ik hoop dat mensen ook de weg weten te vinden naar de orgels en naar de concerten. 13 juni hebben we het eerste concert hier. En dat doen we heel bijzonder met een hele hoop jongeren. Want dan gaan we namelijk Jongen in Klassiek, heet dat. Dan gaan we met mijn schoolkoor uit Breda en oud-koorleden. En van mijn jongerenkoor gaan we met 70 jongeren gaan we het Requiem van Mozart zingen, het Halleluja van Händel zingen. En een aantal van die jongeren hebben ook zo gek gekregen dat ze net als jij op het orgel gaan spelen. Okay. En dat gebeurt dan allemaal op dinsdagavond 13 juni. Nou, €5 entree. Dat is allemaal voor de instandhouding hiervan. We verdienen er verder niks aan. Maar wel een kans om een heleboel jongeren ook met het orgel in aanraking te zien. Dus nou, komt alle kijken. Zeker. Kijk, tegenwoordig. Je ziet ook dat dat nieuw is. Ah ja. Ja. Hebben ze er eigenlijk een gigantische stofzuigermotor in gezet. En die stofzuigermotor, die zit hier dus achter. Ah ja. Die blaast dus een hele hoop lucht in dat grote orgel. Dat hebben ze bewust ook met een modern kleurtje gedaan, dat je ziet, ja, dit is nieuw origineel. Ja, ja. En je zou het weer daarmee kunnen doen. Maar ja, goed, het is wel een beetje middeleeuws natuurlijk. Nee, dat klopt. De arbeidsomstandigheden. Ja, nee. Ik denk niet dat de CAO daar goed vindt dat er. Denk het ook niet. Dus, maar goed, zo zie je dus, hier staan de allerlaagste pijpen en dat is wel leuk. Als je naar de allerlaagste pijp is, hierboven ook 16 voet, 16 keer 30 centimeter. En die heeft hier een apart raampje. En dan moet je maar eens voelen, jongens. Dus daar zal ik hem even in doen. Ah ja, ik zie hier. Ja. Kan je hand insteken? Oh ja, ja. Maar ik hoor ook als hij, dan dempt hij als ik er... Ja. Dus het orgel is echt een blaasinstrument. En als je nou... Er zit ook van deze pijp. Ook origineel wat hier staat geschreven? Ja, dit is dus het handschrift van meneer Maarschalk Weert.
Daar staat er dan de subbas 16 voet, ja, grootste pijp. En daar zijn dus hier na de restauratie zijn er dus een paar nieuwe latjes aangezet om te zorgen dat de toon iets beter de kerk in komt. Maar goed, hier zitten dus 2000 pijpen in deze twee kasten. Niet normaal. 2000. En goed, die zijn van heel zacht tot knoerhard. En dan kan je het ogen buiten horen spelen. Ja. Ja, dat klopt. Heel hard hoor. Kijk, de bijaardier die hier in verdieping hoger zit, kijk, die hoor je in heel Oosterhout. Hier een paar meter maar. Maar goed. Kijk, en dit orgel, die had vroeger een componist, die heette César Franck. Die zei altijd in het Frans, mijn orgel is mijn orkest. En je hebt hier dus ook echt alle orkestinstrumenten in dit orgel zitten. Dus strijkers, een cello bijvoorbeeld. En een hele mooie dwarsfluit. En als je die fluit nou wat zachter wil laten spelen, moet je maar eens daar naar boven kijken, Joost. Dan zie je daar allemaal deurtjes zitten. En die kan ik dus, als je daar kan ik die dus een soort paspedaal zou je kunnen zeggen. Kan ik die dus als ik daar heen en weer doe, kan ik dus die deurtjes open en dicht doen. En dan kan ik het geluid dus. Oh, dempen. Ja. Harder. Zachter. Oh. En zachter maken. Dat is echt over nagedacht. En knap, hè? Ja, en allemaal handwerk. Allemaal gaat het met allemaal mechanische verbindingen. Nou, en zo heb je dus een heleboel instrumenten. Dit is dus een mooie fluit. Een andere mooie fluit. En nog een kleine fluitje. En een hele lage fluit. En als ik die nou samen gebruik, dan krijg ik dus heel veel geluid. Ja. En zo kan ik dus als ik bijvoorbeeld, als je een piano hebt thuis, een keyboard en je speelt de C, dan is die C, dan staat hier een 8, 8 voet, dat is ongeveer deze hoogte. Oh. Als er een 4 bij staat, klinkt die een octaaf hoger. En als er een 2 bij staat, klinkt hij nog een octaaf hoger. En als er 16 staat, klinkt hij een octaaf lager. Oh ja. En dan kan ik dus 8, komt de octaaf lager erbij, octaaf hoger erbij, met één vinger. Heel knap, ja. Terwijl als ik daar allemaal met mijn hand zou moeten doen, dan moet je, En daarmee kan je dus een heleboel in je eentje doen, want je moet het allemaal alleen voor elkaar zien te krijgen. Nou, de grootste toeter die we hebben hier, want we hebben hier ook koperblazers, dus de trompet. Ook een hele lage bazuin. En dan kan je dus hebben nog een hobo. Mensen die hobo spelen, die voelen zich nou en zeggen, ja, maar dat kan toch niet zomaar nagebouwd worden. Nou, toch lijkt dat er wel een beetje op. Dat is dus de heel andere kant, heel lyrisch. En als je alle koperblazers bij elkaar zet, dan krijg je dus een hele fanfare. En dan krijg je dus. En ik weet niet of je thuis nou een beetje te horen krijgt hoe keihard het is, maar hier. Nee, maar dat hoor je wel hoor. Het zet hem wel zachter op de tv. Kijk, ik heb hier niet voor niks als hier mensen boven komen. Krijgen ze van mij zo'n ding op. Want is het even maar kort. Maar als je hier de hele tijd klopt. Dan moet je echt je gehoorbeschermers gebruiken. Nou, en dan heb je nog één heel leuk grapje. Dat is deze. Die moet je maar eens luisteren. Dan hoor je een soort strijkerregister. Er zit er nog één in. Die zit ernaast. Moet je goed luisteren. Ja. Bijna hetzelfde, hè? Ja. Hij net iets hoger. Als je die samen doet, dan krijg je zo'n zweving. Ja. En dat is alsof een wierook uit de orgel komt eigenlijk, hè?
dat is natuurlijk altijd een feest wanneer je dat kunt gebruiken. En dan kun je dat dus allemaal combineren. Dan kan je dus zeggen, nou, ik heb strijkers als begeleider. Mooie strijkertjes. En dan gaat er een fluit spelen. Het mooiste register van het orgel is natuurlijk de akoestiek hier. Ja, het is hier in de basiliek fantastisch. Ja. We hebben gelukkig in Oosterhout een paar kerken met een hele mooie akoestiek. Maar je hoort het meteen als een orgel. Ik heb wel eens concerten gegeven in kerken met een prachtig orgel. En dan klinkt het de kerk totaal niet. En dan komt het ook helemaal niet uit. Over. Nee, daar is hier fantastisch. Hier klinkt eigenlijk alles. Nou goed, en het leukste vinden mensen natuurlijk wanneer alle registers open gaan. Nou, dan zijn er hier nogal wat. Ja, het zijn er zeker dadelijk 2000 pijpen. En dan moet ik de tv inderdaad maar wat zachter zetten. Daar gaat hij dan. Ja, dat is hard, ja. Maar wel mooi. En normaal, mensen horen het natuurlijk nooit hierboven. Nee. Als je dus in de kerk staat of zit, dan is daar veel minder heftig. Ja. Maar hierboven is het even, dat voel je is even wennen. Dus, maar goed, we kunnen ook even, als je dat leuk vindt, in het orgel kijken. Ja, superleuk. Dus dan moeten we eens even kijken. En goed, een orgel bestaat dus allemaal van deze pijp. Hier heb ik er eentje. En als je dus op zo'n pijp blaast, werkt dus eigenlijk net als een blokfluit. Ja, ja. En alleen er zitten geen gaatjes in, dus elke toon heeft zijn eigen pijp. Waarvan is het materiaal? Dit materiaal is van een legering van lood en tin. Dat noemen ze orgelmetaal. En dan, want ja, als je het van puur lood zou maken, dan zou je het zo in elkaar kunnen duwen. Ja. En als je het van puur tin zou maken, dan wordt het wel heel kostbaar. Ja. Maar juist die mengeling, daar kun je dus ook de klank een beetje mee beïnvloeden. Kijk, en dan heb je hier het labium, noemen ze dat, het mondje. Ja. En daar komt dus de lucht door. Ja. Net als bij die hele grote pijp waar jij net je hand in stak, is dat dus hier ook zo. Ja. Kijk, en dan boven kun je hier de toonhoogte een beetje mee regelen als je gaat stemmen. Dan doe je die een beetje omhoog of omlaag. En, en daar staan er een heleboel van binnen, dus daar zullen we eens even gaan kijken. Alles wordt aangedreven door een hele grote blaasbalk. We hadden net die windmachine gezien. Maar als je dan hier op het hoekje kijkt, dan zie je daar een lampje aan doen. Ja, dan moet ik misschien. Kijk. Dan zie je daar dus een hele grote zak met de hoek liggen. En daar zit dus al een wind in. En als jij hem even filmt, dan zal ik even alles in doen. Dan moet je maar zien wat er met de balk gebeurt. Want dan zie je hem dus omlaag. Ja. Hier zie je ook allemaal. Ja. Terug omhoog, want dan blaast de windmachine blaast nu weer vol. Ja goed, en waar komt dan al die herrie vandaan? En daar moeten we even naar boven. Nou, dan zal ik even de kamer hier omhoog. Je hebt geen hoogtevrees hebben hier? Nee, die heb ik niet hoor. Kijk. Even kijken. Kijk, hier staan we dus in het orgel. Dus je moet er altijd even klimmen en klauteren. En dan zie je hier, dus ik liep net beneden één zo'n pijpje zien, zie je hier dus een oerwoud aan pijpen staan. Zie je in allerlei kleine vormen, hier van dit soort hele kleintjes. Als je daar dus op blaast, hier. Ja. Dat is net een hondenfluitje. Tot van die bizar, veel grotere, en je ziet daar zijn ze van hout. En andere zijn van metaal. En ze hebben allemaal vormen. Als ze smal zijn, krijg je een wat dunnere klank. Ja. En als je ze breed maakt, dan krijg je een wat dikkere, wat vettere klank. En net als natuurlijk een saxofoontje heeft natuurlijk een veel penetranter geluid, zo'n sopraansaxofoontje, als wanneer jij natuurlijk een grote trombone hebt of zo. Hè? Ja. Dus zo werkt dat dus hier ook. En zo hebben we er dus 2000 staan. En er is hier zelfs een bankje zoals je ziet, waar ik rustig op kan zitten. Want ik moet het orgel ook vaak stemmen. Oh, dat kost heel veel tijd, maar als het weer verandert en de temperatuur gaat omhoog, dan gaan al deze pijpen die hier staan veranderen mee.
Dus als het warmer wordt, worden die een beetje hoger. Maar deze pijpen die hier staan, waar wij staan, dat is de trompet. Die verandert niet mee. En die moet ik dan dus elke keer, zit hier allemaal van die pinnetjes aan. Ja. Die moet ik dan een beetje omhoog tikken of een beetje omlaag tikken. En dan zijn er dus hier 56. Aan de andere kant hebben we er nog 100. En dan ben je weer een middagje zoet. Ja, dan ben je zeker een middagje zoet, ja. Moet wat van de straat te blijven. Maar zo zie je, als je naar buiten kijkt, zie je hier dus dat het allemaal gaaswerk is. Om het geluid optimaal de kerk in te laten komen. Geweldig, dat je op zo'n oud bouwwerk. Hè. Het is, ik vind het echt... En allemaal oude techniek, hè? Ja. Het is allemaal origineel. Ja. Alles wat je hier ziet is 133 jaar oud. En kijk, er zijn heel veel van dit soort instrumenten in Nederland. Die zijn er nog wel, maar daar is heel veel aan veranderd naderhand. Dus dan is bijna alles wat je ziet, is de helft is nieuw. Ja. En hier staat het allemaal nog op zijn originele plek. En dat maakt het... Dit maakt het heel uniek. Een grote eer om hier organist te zijn. Maar ook vond de gemeente gelukkig dat ook eigenlijk een beetje breder bekend moet worden. Ja. Kijk, de mensen die hier op zondag naar de kerk komen, gelukkig zijn er dan ook best veel. Die kennen het orgel, want die horen het elke zondag. Maar mensen die naar een concert gaan, dus vaak concerts met een carnaval. Ja. Dan horen vaak meer dan 1000 Oosterhouters hier, horen ze het orgel voor de mis. Dan zingen we altijd bewust hierboven voor de carnavalsviering. En dan kunnen het orgel dus ook horen. Ja. Maar nou kunnen mensen ook eens binnenkijken. Want hier, zelfs mensen die hier elke zondag in de kerk zitten, hebben het nog nooit gezien. Zelfs onze pastoor is hier nog niet binnen geweest. Ja, het is wel uniek, ja. Dus jij ziet het nou wel. Heel uniek. Als ik nou dus een register openzet, en daar op de speeltafel noemen we dat, dan gaat er dus hier een hendel bewegen. Oh, die gaat dan omhoog. En dan zie je hier dus, zie je een, kijk dat een beetje bij schijnen, ik kan het nog beter zien. Eens kijken, zaklampje. Kijk, zie je, als ik dus hier een register open trek daar, dan gaat hier een hendeltje omhoog, dan gaat hier een schuif naar die kant. Ja. En dan komen dus, er zitten allemaal gaatjes in die schuif. En die gaatjes, die komen dan onder het pijpje te zitten. En als ik het register dicht doe, dan zitten die gaatjes niet meer onder de pijp. En dan kan de lucht dus niet meer in de pijp. Ja. En op die manier kan je dus met registers open of registers dicht spelen. En wat je hier dus ziet, dit gebeuren. Wat je hier ziet. Ja. Dit is dus allemaal techniek uit 1890. En dat is dus ongelooflijk dat het er allemaal is. Want bijna op alle andere plekjes weg. Kijk, dan is dit het verschuurorgel uit 1977. Heel lang het enige instrument hier geweest wat het deed. Pas toen het grote orgel boven gerestaureerd werd in 2006, hadden we weer een groot orgel hier in Oosterhout. Maar dit heeft dus heel lang dienst gedaan, ook als hoofdorgel van de basiliek. Maar het wordt nog steeds elke zondag gebruikt om het koor te begeleiden. Dus daarom noemen wij het koororgel. Maar je kunt hier heel mooi zien hoe een orgel werkt. Eerst zetten we de windmachine aan, want een orgel is een blaasinstrument. Dus we hebben lucht nodig. Voem, dan komt de blaasbalk wat opgeblazen. Boven kun je dat beter zien, want er zit een hele trapinstallatie bij. Maar gelukkig in 1977 hadden we al elektriciteit. En dan zie je hierboven dus orgelpijpen staan. En deze orgelpijpen, en dan denkt iedereen, dit orgel heeft een stuk. Nou, voor Joost, hoeveel pijpen zitten erin, denk je? Ik denk meer als je ziet aan de voorkant. Kijk, heb jij goed gezien, want als je... Veel mensen denken, hier zitten dus een stuk of 40 pijpen in, waar zal er hier staan, die je kunt zien. Maar daarachter staan er nog 800 en die zie je dus niet. En dat zijn hele kleine pijpjes. Dit is het allerhoogste pijpje. Zo. Want begint hij niet te zeggen, nee. Zo, dan is dat niet fijn. Maar dat is zo'n pijpje. En de grootste pijp, die is dus 16 voet, oftewel 16 keer ongeveer 30 centimeter. Die is dus heel laag. Ja. En daar zit dus van alles tussen. De pijpen die je hiervoor ziet, dat noemen ze de prestant, van het Latijnse woord prestare. Dat betekent vooraan staan, present zijn. En die zie je dus. MUZIEK
een heel instrument eigenlijk, een heel orkest dat je tot je beschikking hebt. Maar hoe werkt nou zo'n orgel? En dan kan je hier mooi zien, ik had beloofd het te slopen. Kijk, als ik nou hier deze dingen uitdraai, dan kan ik geen muziek meer lezen. Maar dan zie je dus hier allemaal van deze houtjes zitten. Ja. En als ik nou zo'n toets, die toetsen indruk, dan zie je, als je daar... Oh ja, die gaat naar beneden. Dat die dingen... Ja. Want die pijpen die staan daar boven. Ja. Hierachter ligt een hele grote zak met lucht. En die zak met lucht, die zorgt ervoor dat, dat er dus wind in de pijp, bij de pijpen kan komen. En als ik dus de toets indruk, gaat er dus een klepje open. En dan kan je dus hier heel mooi zien. Dus als ik hier hem heel een beetje open doe, dan hoor je hem eens luisteren. Oh ja, ja, ja. Hoor je dat er lucht erbij komt en laat ik hem los. Dan is die weer weg. En hoe meer registers ik opentrek, hoe meer klepjes er aan deze toets vast komen te zitten. En zo heb je dus eigenlijk een principe wat al 5-6 eeuwen oud is, waarmee je dus een hele hoop herrie kunt maken. Mooi knap hè, dat ze dat toen al konden dan. Ja, want wat je hier ziet is techniek van uit de 15e, 16e eeuw. Jongens, nou heb je gezien hoe dus het orgel werkt. Het grootste orkest wat we hier hebben, wat je als individu kan bespelen. Maar wil jij ook zelf niet wat spelen? Nou ja, ik ben benieuwd. Het zal niet zo mooi zijn klinken als... Dat hoeft ook helemaal niet, maar het is wel leuk toch? Ja, het is wel leuk. Gewoon eens proberen. Dan moet je op het onderste klavier... Kijk. Ja, het is een mooi instrument. Ik kan niet anders zeggen. Klank uit 1890, hè? 1890, dus ik zou zeggen, tot volgende week. Waar ik dan ben, dat weet ik niet. Maar dit was echt wel heel erg uniek inkijkje. Dus jij ook bedankt. Graag gedaan, Joost.